geheim van Por. Dit is een probleem. Hé, hey, kijk, daar is meneer Bauer. Hm? Hallo, meneer Bauer. Ah, hallo daar. Ah. Het lijkt wel alsof u iets dwars zit. Wel, dat is ook zo. Ik moet deze weg asfalteren. Maar zoals je kunt zien, staat deze boom in de weg. Dat is inderdaad een groot probleem. Hmm. Oh, ik heb een idee. Wat voor idee? Wat als we deze prachtige boom nou ergens anders planten? Ja, maar waar zouden we dan zo'n grote boom als deze kunnen planten? Maakt u zich geen zorgen. We zoeken net zo lang tot we een geschikte plek vinden. Willen jullie dat doen? Ja. Dat is heel aardig van jullie. Geen probleem. Een boom verplanten? Ja, meneer Bauer moet een weg asfalteren, maar er staat een grote boom midden op die weg. En het is zo'n prachtige boom. Als we een goede plek ervoor vinden, geeft die heel veel schaduw. Mm-hmm. Wow, wat een goed idee. Als we dit doen, doen we iets goeds voor zowel meneer Bauer als voor de boom. Ja. Cool, dan ga ik een goede plek zoeken om de boom te planten. Het is tijd voor mij om te gaan graven. Huh? Oh, er groeit hier een bloem. Duwer, kom eens helpen. Oké. Por, kun jij voor mij graven? Nog een klein beetje, je bent bijna klaar. Por, waar ga je heen? Por! Wat vinden jullie? Ziet er goed uit. Er is veel zonlicht en goede grond. Ik denk dat deze plaats perfect is voor onze boom. Het wordt nog beter als we een bankje neerzetten. Ja, een mooie plek om in de schaduw te zitten. Dus we zijn het allemaal eens dat dit de plek wordt? Ja. Waar gaat Por nu weer heen? Huh? Is hij weer weg? Er is hier iets raars aan de hand. Por! Wat is er aan de hand? Jij bent iets van plan. Huh? Nee, ontken het maar niet. Verberg je echt niets? Ik weet dat er iets gaande is. Nu de boom weg is, kan de weg geasfalteerd worden. Bedankt. Wel, vaarwel, oude boom. Oké, Terry, doe voorzichtig. Maak je geen zorgen, Polly. Zullen wij ook die kant op? Ja! Zeg, jongens, kijk, daar gaat Por alweer. Wat? Goed, ik ga hem volgen en kijken wat er aan de hand is. Tot later. Hè? Waar gaat hij nou heen? Oh, nee! Scheelde weinig. Hè? Oh, nee. Ik ben hem kwijtgeraakt. Zullen we het bankje daar neerzetten? Oké. Zo. Ik denk dat we hier bijna klaar zijn. Roy, wil jij de boom even wat te drinken geven? Natuurlijk.
Wat? Kwijtgeraakt? Terwijl die vlak voor me reed. En nu kan ik niet meer achter zijn geheim komen. Dag, jongens. Fijn u te zien, meneer Bauer. Van hetzelfde. Hé, wacht eens. Waar is Por? Die is weggegaan en hij is nog niet terug. Echt niet? Maar we moeten de weg gaan asfalteren. Wel, goed dan. Kom mee. We beginnen wel zonder hem. Goed. Por! Daar ben je. Wat doe jij nou hier, Por? Gelukkig hebben we je gevonden, Por. Wij gaan aan het werk. Ja. We gaan de weg asfalteren en een lantaarnpaal plaatsen. Duwer, begin maar met graven. Hier ongeveer. Por, jij kunt helpen om deze aarde op dump te laden. Max, jij gaat de weg egaliseren. Oké. Ik moest hier beginnen te graven, toch? Ja. Daar gaan we. Por, ik zal hem wel volgen en deze keer raak ik hem niet kwijt. Wat is hier in hemelsnaam aan de hand? Por, rustig aan. Waar ga je nou heen? Por! Gevonden! Por, pas op! Kijk uit! Aan de kant! Kijk eens uit je toppen! Por! Por, alles goed? Blijf maar liggen. Ik ga hulp halen. Dus de boom is verplaatst? Wat fijn! Terry's hulp was onbetaalbaar. Zonder hem was het ons nooit gelukt. Dat is waar. En de boom ziet er prachtig uit op zijn nieuwe plek, Chin. Het lijkt erop dat Haley dus de perfecte plek heeft gevonden. Ja. Dus jullie hebben het probleem goed opgelost. De boom kan nu rustig verder groeien op een nieuwe plek. En meneer Bauer kan beginnen met asfalteren. Oh! Het reddingsteam, u spreekt met Chin. Chin, Por heeft een ongeluk gehad. Hij is omgevallen op de haarspeldkruising. Wat? Midden op de weg. Dat is gevaarlijk. Geen zorgen, Duwer. Het reddingsteam is onderweg. Pas vooruit en kijk of je iets kunt doen. Oké. Wat is er toch met je aan de hand? Zeg nou. Por! Haley! Maak je geen zorgen, Por. De rest van het team komt eraan. Daar zijn ze! Hier zijn we! Zo! Hier, help hem snel! Ben je gewond? Roy, laten we hem overeind helpen. Goed. Voorzichtig. Amber, wil jij kijken of hij in orde is? Oké. Terry, stop! Wat is er aan de hand? Er was een probleem. Dat is bijna opgelost, maar het is beter als je een andere route neemt. Oh, geen probleem, daar rij ik wel om. Bedankt, Terry. Het is al goed, maar ik moet zeker weten dat je niks mankeert, Por. Por! Amber, wat denk jij? Zal die pijn hebben? Dat moet ik dan eerst even onderzoeken. Hoe is het met Por? Nou, Amber gaat hem onderzoeken, maar het lijkt alsof hij zich bijna niet kan bewegen. Polly, ik denk dat we Por naar het reddingsstation moeten brengen voor een grondig onderzoek. Oké. Por, hou nog even vol. We nemen je mee terug naar het reddingsstation. Oh, wat
nou toch? Huh? Een bloem? Er zit een bloem in zijn schep. Een bloem? Die bloem groeide op de plaats waar we werkten. Hey, Boor, probeerde jij deze bloem te beschermen? Natuurlijk. Nu weet ik het geheim van Boor. Geheim? Ja. Dus dit is de beroemde bloem? Mooi zeg. Boor, Duur heeft ons het hele verhaal verteld. De volgende keer als er zoiets gebeurt, zeg het dan gewoon. Ja, dan willen we helpen. Eigenlijk passen de bloem en de boom heel goed bij elkaar. Ja, ze gaan heel goed samen. Net als wij. Net als wij. Net als wij. Ja, net als jullie.